welkom allemaal. Ik hoop dat iedereen een plekje heeft kunnen vinden, maar het is heel vol. Sorry, even de zaal bekijken. Welkom bij De Erfenis. Het komende uur ga ik in gesprek met Adriaan van Dis en Ellen Dekwiets over hoe je wel of vooral niet kan ontsnappen aan de overlevering van de geschiedenis, over familie, afkomst en identiteit, over bijna alles eigenlijk. Tussendoor speelt Robin Blok muziek en draagt hij ook voor. Maar nu eerst zal ik de sprekers die eigenlijk geen introductie hoeven introduceren. Adriaan van Dis is al 25 jaar te gast op dit festival, zoals we ook bij de opening hebben gehoord. En hij groeide op in een gezin met een Indische geschiedenis. En die ervaringen zijn terug te vinden in Indische duinen, dubbelliefde en familieziek. En hij presenteerde, dat brengt geluk, de tv-documentaire serie Van Dis in Afrika en Van Dis in Indonesië in 2012. En ontving de Constant Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. En ook zijn roman Ik Kom Terug gaat over moeder met een schrijver als zoon. Dus veel over de familiebanden waar we het zo over zullen hebben. En naast mij zit ook Ellen Dekwiets, dichter en columnist voor het NRC en De Morgen. In haar debuut De Steen vreest mij uit 2011... legt ze in humoristische stijl familieverbanden bloot. En die bundel dan ook de C. Buddingprijs, de debuutprijs voor poëzie. En in 2019, vorig jaar, was ze de eerste hoofdspreker van de derde generatie nabestaanden tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Daar kunnen we het, misschien moeten we daar nog even over hebben. Ja. En in najaar 2019, vrij recent, verscheen haar dichtbundel Hogere Natuurkunde. Hangt al wij wel. Ja, prachtige bundel. Mag ik toch wel omhoog houden? Yes, ik heb zo'n moeder. Oh, sorry. Ja. Ja, maar je mag het zeggen. Maar dit is een perfect brugje naar meteen de eerste vraag. Is familie in het schrijverschap even onontkoombaar als in het leven? Wie? Jij, begin jij maar. Zeggen we tegelijk. Ja, nee, het is onontkoombaar. Allereerst is het een prachtige gratis methode om inkomsten te verwerven. Familiegeschiedenis uitbuiten? Nee, het is wel soms als ik niet weet wat ik moet schrijven voor de krant. Ik heb ontzettend monologige ouders, lieve ouders. Maar als je opbelt en je vraagt hoe gaat het, dan ben je echt nou 2 jaar meteen verder. En dan typ je even. Ja, heerlijk. Maar dit is allemaal een omweg om wat ogenschijnlijk een makkelijk antwoord is, maar toch heel moeilijk is om te geven. Natuurlijk is familie, dat is onontkoombaar. Het vormt je, het kneedt je, het zorgt ervoor welke verhalen je vertelt, door wat voor lens je de wereld bekijkt. Het zorgt er ook voor dat je voor een bepaald soort mensen immuun bent en een ander soort meteen opgenomen kan worden. Het is een onoverkomelijke zegen soms en een onoverkomelijk kwaad. Ze zijn allemaal dood. En dat is, begin ik nu pas vreselijk te vinden, want er is niemand meer die kan zeggen, zo was het niet. Ja. Ja. Maar het was in die zin voor mij onontkomelijk, omdat het een familie is waar ik dolgraag bij wou horen, maar op alle mogelijke manieren mij het verstaan werd gegeven dat ik er niet bij hoorde, omdat ik, jij was er nog niet, jij weet er niks van. Want ik heb de sukkelige fout gemaakt om na de oorlog te zijn geboren. Ik heb mij later wel bij het kleuterverzet aangesloten en alle Duitsers de verkeerde kant op gewezen. Maar het kamp, dat fantastische kamp, dat heb ik niet meegemaakt. Dus ik heb waar alle familiemythologie vandaan komt. Waar de mythologie vandaan komt. En dan kom ik wel van mijn moeders kant van een boerenfamilie waarvan ik de naam draag, want ik ben een onwettig kind. En ik ben de enige van Dis die maar één naam heeft van plaats 2 namen, want ze moest toch een merkteken zijn dat je onwettig bent, want mijn moeder kon niet met mijn vader trouwen. Mijn vader komt uit een gezin waar kinderen weeshuis in zijn gestuurd en waarin allemaal vreemd bloed gekropen is, althans vreemd bloed volgens de overlevering van de familie. Dus die families, zowel van moederszijde als van vaderszijde en van mijn moeders eerste echtgenoot, die onthoofd is door de Japanners, waar ze 3 dubbele namen hadden en dan mijn vader die 2 namen had.
En ik, Dina van Dis, heet dus de post in Berg aan Zee, mikkerde alle post bij ons in de bus, die onbestelbaar was. Want dat zal daar wel horen. Dus voor mij is familie iets met heel veel namen en halve namen en balken door familiewapens en er niet bij horen. Terwijl je er smacht naar de geborgenheid van een familie. Dus heb ik een familie verzonnen als schrijvend. In welke zin? Een idealere familie? Of nou, eentje waar je wel controle over had? Mijzelf een veel aardiger moeder gegeven dan in werkelijkheid. Oh. Zo. Kan je nagaan. Ja, dat zegt wel wat. En mijn vader was dood, ging dood toen ik 10 was. Ik zeg wel eens spottend, na mijn 10e is nooit gebeurd. Maar alle gesprekken die ik nu nog tot op de dag van vandaag voer met mijn vader, die niet gewerkt heeft en er altijd was en als een kwaaie A, ik bedoel met een A wijdbeens stond hij voor het raam als een schaduw tegen het licht. Die heeft mij echt die eerste 10 jaar van mijn leven op alle mogelijke manieren gevormd. Die man mis ik en die man heeft mij gevormd, zoals gezegd. En ik weet niet eens wat ik zeg, zodra ik over mijn vader begin, raak ik daar nog steeds tot de dag van vandaag door geëmotioneerd. Vreemd genoeg, ja. Ik lijk ook akelig veel op hem. Dus er is geen ontkomen aan... Nee. Ja. Dus ja, het antwoord is ja, het is onontkoombaar en onvermijdelijk. Ja. Een andere vraag, er is veel discussie over terminologie altijd, maar zouden jullie jezelf, hoe identificeer je jezelf ten opzichte van Nederlands-Indië of als met een familierelatie daartoe? Of is dat niet iets wat je in je eigen, hoe je jezelf benoemt, überhaupt opneemt? Nou, ik identificeer mezelf als Nederlands. Mm. Ik ben in Nederland geboren. Maar het is wel zo dat ik ben deels opgevoed door mijn grootmoeder, die als Europeaan in Nederlands-Indië geboren en getogen was. Dus ik heb wel invloeden van die cultuur. En wat ik ook heb gemerkt, ook toen ik een jaar of 16, 17 was, begon ik steeds meer mensen op te zoeken met een vergelijkbare achtergrond, met de migratieachtergrond, mensen die me konden vertellen over Indië en zo. En ik merkte dat de ontworteldheid die zij hadden, de ontheemdheid, het gevolg van de gedwongen migratie en de noodzakelijke verhuizing van de ene cultuur naar de andere, dat herkende ik. Want ik voelde mij ook vaak nergens echt helemaal thuis. Een beetje dat ballingschap. En dat was eigenlijk voor mij een soort vorm van thuiskomen. Dus ik voel me Nederlands, een Nederlander en een balling tegelijk. Een neebal eigenlijk. Ja, Oké, ik ga proberen het in een zin nog terug te laten komen later. Ja. Een neebal, ja. Als ik een Indische toko binnenkom, dan voel ik me heel erg thuis. Ik voel me heel erg thuis bij een Indisch accent, omdat in het huis waar ik opgroeide dat Indisch accent aanwezig was. Mijn vader sprak met een sterk Indisch accent. Maar hoe weet je dat nog? En zeker na 70 jaar. Er was een zusje van mij, het oudste zusje, die wel bijna 20 jaar ouder was, die emigreerde al heel vroeg weg, want die vond Nederland te klein. Werd geweigerd in Australië vanwege haar kleur. Kwam in Canada terecht. Na 25 jaar zocht ik die op. En zij zag mij. Atje, wat ben je enorm gegroeid, ja? Haar accent was onder een kaasstolp gebleven. Maar dat was het accent van mijn jeugd. En dat is iets waar ik eigenlijk altijd nog steeds naar hunker. Dus als ik in Den Haag ben en ik krijg de kans om ergens in een tokootje te komen of in een oud Indisch eethuis, dan heb ik altijd het gevoel van thuiskomen. Ook al heeft mijn uiterlijk met dat thuis niks te maken, mijn innerlijk hunkert naar sambal. Dus neebal en sambal. Ja, zoiets. Ja. Leuk. Misschien nog verder dan dat simpelweg door historische omstandigheden je relaties hebt tot plekken, mensen en waar je verder helemaal geen controle over hebt. Heb je als schrijver ook een plicht om over bepaalde geschiedenissen te schrijven? Of misschien zelfs mag je niet over bepaalde dingen schrijven? Of wel? Hoe? Ik vind dat je altijd over dingen moet kunnen schrijven. Een plicht weet ik niet, wel een noodzaak. In de afgelopen 20 jaar heb ik, zoals ik al zei, heel veel mensen gesproken met vergelijkbare herkomst. Het Indisch zwijgen is beroemd. Maar langzamerhand begon ook de derde generatie. En daarmee bedoel ik de mensen die de kleinkinderen zijn van de mensen die destijds
van Indonesië, van Indië naar Nederland zijn geëmigreerd, begonnen volwassen te worden, begonnen vragen te stellen over God, wat is mijn eigen identiteit? En op een zeker moment begon ik daar mijn deel toch patronen in te herkennen. En toen voelde ik wel, toen wil ik dat verhaal gaan delen. En ik ben een aantal jaar geleden ben ik met een tournee de Indië-monoloog onder regie van Botaris Keden. Daar heb jij ook aan meegewerkt. En daar vertelde ik dat verhaal eigenlijk al in een nutshell. En daar kreeg ik zoveel goede respons op. En ook soms boze mensen, dat is ook goed. Dan kan je kijken van oké, dat gaan we verder uitvlooien. En zo. Waar waren mensen boos over? Sommige mensen, gewoon door de herkenning. Sommige mensen zeiden ook, waren mensen van de eerste generatie. Die zeiden, jouw grootmoeder vertelde wel dingen aan jou, niet aan je moeder. Nou, dat herken ik helemaal niet hoor. Dus je mocht niet het woord namens hen nemen, deed ik overigens niet. Maar dat mensen zich daarover opwonden, impliceert wel dat daar een angst voor is. En dat vind ik ook interessant. Dus dan ga je ook meteen een beetje peuteren en zo. En ik was net in de andere zaal bij het programma met Gunawan Mohammed. En daar zei hij op een gegeven moment, niets is eigenlijk ooit afgerond. Niks is eigenlijk ooit voltooid. En ik denk ook dat het met het hele Indische verhaal zo is. Maar we willen het eigenlijk wel afgerond beschouwen, omdat het pijn doet. Omdat het zweert. Net zoals dat je een wond wil hechten en dan hoopt dat de helft weer naar elkaar toe groeien. Maar dat kan niet zolang je in beweging blijft. En geschiedenis is natuurlijk één lange vorm van beweging. Dus kort, ja, noodzaak. Dus niet eens een keuze of een plicht? Of, in dit geval niet. In dit geval niet. En ook weet je, ik heb ook heel veel mensen geïnterviewd van de zogenaamde eerste generatie. Die zijn zo sterfelijk als wat. Nou, net zoals wij allemaal, maar op een hogere leeftijd schijn je wat sterfelijker te zijn dan op een lagere leeftijd. Ik ken de getallen niet echt, maar het schijnt waar te zijn. En ja, die mensen zijn natuurlijk een soort brandende bibliotheken. Hè? Die zijn nu de laatste ooggetuigen zijn aan het sterven. Dus die noodzaak zat er ook in. Want ja, als ik nu iets vastleg na een interview met zo iemand, als ik het over 10 jaar opschrijf, dan heeft mijn fantasie er misschien al dingen mee gedaan. Dus je wil ook wat dichter op het vuur zitten, om het zo te zeggen. En waar vind je deze mensen? Je loopt het ook al binnen. maar ook, ik schrijf voor de krant. En via de krant kan je ook gewoon bereikt worden. En al jaren schrijf ik stukken over, niet alleen over Nederlands-Indië en Indonesië, maar ook over, ik ben in Suriname geweest, Zuid-Afrika ook. Om te kijken, wat is daar gebeurd en zo? En hoe gaan de mensen daar om met het koloniaal verleden? En dan krijg je echt stapels reacties. En dan ontstaan er correspondenties. Het is ook lachen, want soms zijn mensen, ja, die zijn niet boos, maar die willen heel graag hun verhaal doen, maar doen het op een woedende stijl, wat heel interessant is. En dan ga je dan koffie mee drinken en dan heeft iemand een uur lang heel boos verteld en zegt hij na afloop van, dankjewel. Maar het is heel interessant, want dat hele, kijk, toen ik opgroeide, probeerde ik wel het Indische verhaal te vinden. Kijk, van mijn grootmoeder, die heeft mij van kindsbeen af aan eigenlijk verteld wat er allemaal aan de hand was. Niet het emotionele deel, waardoor ik toch het idee heb gehad dat ik altijd een wezenlijk onderdeel van de overlevering miste. Ze heeft bijvoorbeeld niet verteld wanneer ze verdrietig was, hoe ze omging met die doodsangst. Maar ze heeft wel tot in de treuren de martelingen en de intimidatie en dergelijke beschreven. En als kind werd ik op een gegeven moment ook gefascineerd door de andere verhalen die er daardoor waren. Kijk, mijn oma is zwaar verbitterd uit kamp gekomen, maar ik heb ook mensen ontmoet die eigenlijk heel die echt nog wat van hebben geprobeerd te maken met hun leven. En dat trekt aan en dat verbindt. En wat ik dus heel leuk vind, wij hebben elkaar ook wel een beetje gevonden. In Tiel. Ja, in Tiel. Ja. We waren bij de Flipje bijeenkomst, liever. Nee, we hadden een tijd geleden. Ja, dan merk je dat we een verhaal vertellen dat heel veel raakvlakken heeft. Dat klinkt allemaal weer als een cliché, maar het was een bijzondere, gedenkwaardige avond. Dat ik mijn grote verwantschap voelde. Maar goed. Waren jullie toevallig samen in Tiel? Een literaire avond. Oh, oké. Okay. 31 mensen in de zaal. Hartstikke gezellig. Ja, en wij kwamen dus te spreken en dat je dan toch verschillen ontdekt, maar ook een gemene deler. En ik denk dat ik qua generatie, ik ben een kleinkind van Indië te terugkeren, dus jij bent een kind ervan, maar ik ben ook deels opgevoed door iemand. Dus ik zit een beetje, misschien nog een beetje in jouw generatie. Dus ik ben tweede generatie en jij bent derde generatie, als dat allemaal zo ertoe doet, die generatie. Ja. Mij heeft het gevormd in die zin dat als je vraagt naar de plicht, je hebt als schrijver maar één plicht, vind ik, dat is gewoon zo goed mogelijk schrijven en verder is het gedaan. Want dat is namelijk een plicht waar je nooit mee klaar bent. Maar mijn engagement is ontstaan
door mijn achtergrond. En het wonderbaarlijke is dat je hebt verschillende mensen met die achtergrond die het engagement gezocht hebben. Thierry Baudet, Indische jongen. Wilders, Indische jongen. Bolkestein, Indische jongen. Maar goed, ik ben een andere pad opgegaan. En dat is waar. Nee, ja, maar je denkt dat Jesse er een... Klaver. Jesse Klaver. Ja. Mark Rutte. Indische jongen. Mark Rutte? Heeft hij in... Ja, Jesse vader heeft, die heeft bij In Samarang in het kamp gezeten. Ja, maar ik bedoel met Indische jongen ook nog dat er dus Wilders... Het bloed. Gebruikt peroxide in zijn haar, omdat hij daarmee zijn donkere haar... En zijn, gebruikte Mark Rutte maar peroxide. Ja, nee, maar in ieder geval, mensen. Mijn betrokkenheid is ontstaan in dat huis waar de wezen langs liepen en altijd zongen in de zomer. En de meisjes van Batavia zijn zwart, pikzwart. En de pruilup van je zusjes vergeet je nooit. Ah. De tenachterstelling van een vader als de mijne die werkeloos was. En die achter zijn rug uitgelachen werd en pinda werd genoemd. Dat heeft mij het meest gevormd. En dat heeft mij niet zozeer tot schrijver gemaakt, maar het heeft me wel tot een geëngageerd burger gemaakt. Dat mijn hele schrijverschap begon met lid van de anti-apartheidsbewegingen, met een pleister voor mijn mond voor het Shell-gebouw. En do I know what ik voor kattenkwaad heb uitgehaald om te laten zien dat de wereld niet deugt en ik wel. Schatje. Ja, maar of je wilde iets veranderen. Natuurlijk wilde ik het. Ja, maar ik bespot het nog maar een beetje. Het had ook te maken met een enorme hoeveelheid energie en testosteron. En ik was bereid om de wereld te veranderen. Maar dat komt voort door die achtergrond. En in die zin is het nog tot op de dag van vandaag vormend voor mij. Mag ik iets vragen? Gooi het eruit. Ja. Just curious, hè? Ja. Je ziet er natuurlijk zo wit uit als een pak yoghurt en zo. Ik weet uit betrouwbare bron dat je wel wat... Ik heb mijn bloed laten lezen door de mormonen en ik heb 12,9% Javaans bloed. Nou, het straalt er vanaf. Ja. maar het is één grootouder, 1/8 is dat. Het is een achtste en er zit ook nog 2,1 Soendanees. Nou, ik zal het lijstje verdomme eens uitprinten. Je moet je altijd bij... Maar mijn vraag is dan, want je vertelt dus net eigenlijk best wel ook grappend dat je hebt gezien hoe je vader, hoe mensen racistisch deden tegen je vader en je zusjes. Ja. En jij was natuurlijk het witte kind dan thuis. Reken maar. En tegen mij, tegen mij deden ze ook racistisch in het huis. In het huis? Natuurlijk, ik was een totok. En ik wist er niks van en ik was ongelooflijk jaloers op de oorlogservaring, op de tropenervaring van die kinderen in dat huis. En achteraf ben ik ook gaan kijken hoe dat huis in elkaar zat en al die mensen die daar woonden. En dan kom je tot de pijnlijke ontdekking dat de witste mensen woonden vooraan met het beste uitzicht. Ja. De donkerste mensen woonden het beroerdst en die hadden ook nog de meeste kinderen en die woonden achterin. Dat, er zit nou iemand in zo'n grote groep mensen die... door gedwongen verplaatsing bij elkaar geveegd werden in een huis aan de kust. Daar merk je dat daar ook dat soort spanningen leven. En dat zijn sociale spanningen, maar die hebben met kleur te maken. Dat heeft me heel erg gevormd. Dat je naar de boerenfamilie gaat. Waar je dan zelf zegt, wij zijn Indisch, stel je niet zo aan. Dus dat moest je niet meer aankomen. Maar dat hoe er anders naar je zusjes werd gekeken, die toch als een soort drie bruine meisjes met een mooie strik in het haar rondliep op een boerderij. Die verschillen, dat aftasten, dat etiketteren, dat labelen. Jij bent dit, jij bent dat, daar hou je wel van, daar hou je niet van. Daar ben ik volstrekt allergisch voor. Dat heb ik allemaal meegemaakt als kind. Dus daarom ben ik ook tegen labeling. Ik ben in alle opzichten volstrekt fluïde. Oké. Okay. Als het maar beweegt. Hier gaan we over door. Maar eerst wil ik nog iemand anders aankondigen. Robin Blok. Is dichter, muzikant en theatermaker. En hij is oprichter van de muziektheatergroep Project Wildeman. En deel van het droompopduo Wolken. En hij heeft onlangs samen met Angelina Annie, die ook op dit festival uitgenodigd is, te gast is de bundel In Between, die Antara gemaakt. Een correspondentie in dichtvorm over de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië aan de hand van persoonlijke verhalen. En alles wat we ophouden kun je in de foyer kopen. Ja. Dat is misschien, dat hebben we in één keer gehad. Aan jou het podium. Dankjewel, Fiep. Ik ga ook gewoon aanhaken bij het thema van
Ik heb eigenlijk drie dingen voor jullie. Die gaan over je wel of niet thuis voelen of je half thuis voelen. Wel of niet erbij horen of er half bij horen. Ik begin met een gedicht en het heet Jangan Lupa. Niet vergeten. En Jangan Lupa was toen de eerste repatrianten naar Nederland kwamen, was het een soort, hoe moet je dat noemen? Een inburgeringsstenseltje avant la lettre. Een soort brochure waarin stond voor Indische Nederlanders hoe ze aardappelen moesten schillen, hoe laat ze visite moesten ontvangen in Nederland. Relatief betuttelend. Maar er stond niet in wat je doet met je herinneringen als je je land achter je laat. En er stond niet in hoe maak je nou van een nieuw huis een thuis. Dus ik heb geprobeerd een poëtische handleiding voor ontheemden te schrijven, Jangan Lupa. Leer je te bewegen. Onder wolken die je huid nog iets donkerder kleuren. Raak vertrouwd met de kale takken. En weet hoe je oneven nummers leest in een vlakke lange straat. Kerf je naam in de drempel. Ergens is een deur. Een kapstok voor je vluchtige gedachten. Ga blootsvoets door de gangen. Leg een doek over de eikenhouten tafel. Vouw je rafels op. Leg ze netjes in de laadjes. Hang je rijstveld aan een spijker. Een tuin met jasmijn die blijft bloeien. Een oude pop met gaatjes erin waar het licht doorheen kan stromen. Als je je ogen lang genoeg samenknijpt, zullen de muren meer kleur krijgen. De geur van verse verf in een half afgebouwde wijk. Een stapel stenen waarmee de kinderen oorlogjes spelen. Achter de gordijnen de weilanden. Kijk nog even naar het prikkeldraad. De Heere zij geprezen, er is eten, bleek vlees. En je kunt leren om alles van je af te schillen. Vul de keuken met de juiste geuren. Bad ik het fornuis met kookvet, was de kruiden van je handen. Soms spoelt het licht de kamer binnen en sta je met je mond wijd open. Soms trekken de meubels zich terug en sta je als een dier tussen de wanden. Soms is er het gelach van ooms en tantes, grapjes en gezang in die andere taal. Soms loop je achteruit de trap af naar de kelder, waar een plank is die nog altijd protesteert. De reiskist drukt zijn lippen dicht en niemand die op zolder komt. 'S Nachts op de tast het huis door, dwalend over de overloop. Grootvaders portret, oude vrienden salueren in zwart-wit. Krul je om de goeling heen, zing jezelf in slaap. Dit is de eerste winter, tot aan je enkels in kapok. Witte as uit onzichtbare vulkanen danst om je heen. Dit is de eerste winter en dit is geen terugtocht, maar een aankomst. De afgelopen jaren ben ik heel veel in Indonesië geweest en op een zeker moment stond ik in een buitenwijk van Surabaya met een foto in mijn hand bij een half opgekrabbeld adres en er deed een dametje open die me heel verward aankeek en ik probeerde uit te leggen Kami keluarga, familie. Dari Blanda, Holland. En die dame keek nog verwarder. In een uiterste wanhoop liet ik die foto's zien. En haar ogen klaarden op en ze zei, ja, Inisaya, dat ben ik. Kom binnen. En toen kwamen we de hal binnen van het huis en daar hing exact dezelfde foto. Nou ja. Dit is een liedje in het Indonesisch. Het gaat over deze ervaring. Het heet Aku Kan Pulang. Ik zal thuiskeren. Ik zal thuiskomen. Keperlu kamu percaya bahwa ku di dalam lingkaran cinta. Kukur menangkapmu saat kau jatuh. Kukur dari sana
Dankjewel, dankjewel Robin. En ik hoorde net, het is een ongelooflijk maar waar van die foto. Ja. Het is niet een ik dacht misschien heb ik het gewoon verzonnen, maar het is echt gebeurd. En hoe ging dat verder? Of? Ja, er kwam ook nog een oom aan met een rol papier onder zijn arm. En die zei, ja, ik heb ook een beetje familieonderzoek gedaan. En die rolt hem open en er is een enorme stamboom van lijnen, data, namen. En op een van die twijgjes stond de naam van mijn grootvader. En... Dus je hebt gevonden waar je naar op zoek was, de wortels waar je... Voor een deel, ja. Ik denk een deel van het antwoord... van omgaan met die ontheemdheid en die twee culturen vind ik ook juist in het Indonesië hier en nu. Ja. Dus niet alleen in het verleden, maar juist ook door opnieuw nu de connectie aan te gaan. Ja. Dank je wel. Ja. Als jullie het ook vinden, oké? Je ruimte innemen, ook heel Indisch thema, jongens. Maar dit gaat misschien juist over meer over tussen twee culturen gesproken. Gisteren heb ik een programma met Ellen in de bibliotheek gedaan. En ging het ook heel veel over trauma's die door worden gegeven over verschillende generaties. En je krijgt ja, overlevingskracht mee, maar je krijgt ook trauma's mee. En af en toe is het bijna verwarrend, waar ligt je loyaliteit nou ook in de geschiedenis? Ja. Omdat ons beeld er steeds weer over verandert. Dus daar gaat dit laatste stuk over. Het heet Mijn Bloed. Ja, wat draag je eigenlijk allemaal met je mee in je lichaam, zou ik willen zeggen. Ik heb vlaggen te verhangen. Er zijn kransen waarvan ik niet meer weet waar ik ze leggen moet. Ik heb vlaggen te verhangen. En er zijn kransen waarvan ik niet meer weet waar ik ze leggen moet. Mijn bloed, 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 mijn bloed. Het draagt de stank van tabak. Mijn bloed. Mijn aderen vertakken zich langs oude plantages. Mijn spieren mengen. Mijn bloed. Kalmte. En geweld,
De stem van mijn overgrootvader davert door mijn keel. Ik heb zoveel te bewijzen. Mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed. Twan, mijn bloed, meneer. Mijn bloed, Twan, mijn bloed, meneer. Mijn bloed, mijn bloed. Ik heb de ruggengraat van een jaai, door mijn mond razen verschillende tongen. Ik draag kinderen die mij niet meer toebehoren. Mijn bloed, haarpolsen, mijn polsen, zoveel kwijtgeraakt. Mijn bloed, Namaku, mijn naam, mijn naam. Mijn bloed, mijn bloed is een medicijn tegen gevoelshonger. Mijn bloed, mijn bloed is een vloek gebotteld in mijn botten, mijn merg. Het lekt uit mijn lijf, een rode stip spat op wit katoen. Grootmoeder hurkend in de kokend hete middagzon. Mijn bloed, in mijn bloed galmt het gezang van een gevangene, de dreun van een geweerkolf. Mijn bloed, in mijn bloed zuist de fluittoon van een stationschef. In mijn bloed loopt een verbogen rails, een gebroken reeks coördinaten. Een dwaalspoor voor de volgende generaties. Mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed. Gula Jawa en aardappels. Mijn bloed, Ravi ten Manisan. Mijn bloed, mijn bloed. DNA opgejaagd, de navelstreng geknakt. Mijn bloed, mijn bloed. Anjing blanda, blaffend naar de andere kant. Ontvlucht je land. Mijn bloed, 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 mijn bloed. Aanpassen, aanpassen. Mijn aanpassen, aanpassen. Aanpassen jouw voet, mijn voet. 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 Ik herinner me de winter. Mijn voet. Aanpassen jouw voet. Ik herinner me de winter. Mijn voet. Aanpassen jouw voet. Ik herinner me de winter. De eerste die ons allemaal bevroor. Opa verstopt zijn oorlog. In elk oog een dolk. In zijn glimlach een verloren jongetje. Vandoor. Ja. Moet even bijkomen. Maar misschien kunnen we doorgaan met de vraag die Robin zelf opwierp, van dat het, als het om omgang met het verleden gaat, wat betreft voormalig Indië, dat het belangrijker is om je te engageren met Indonesië nu, dan op zoek te gaan naar, dat, naar iets wat er niet meer is, zij het of als een afrekening of nostalgisch. Hoe denken jullie daarover? Nou, toen ik Indonesië bezocht, kende ik natuurlijk het land uit de verhalen van mijn grootmoeder. En ik heb dat land nooit gevonden. Mm. Maar wel een heel mooi nieuw land, met allemaal fantastische mensen en fantastische keuken en fantastische ervaringen. Dus ik vond niet wat ik hoopte te vinden, maar wat ik vond was wel veel beter dan wat ik ooit verwachtte. Dus.
We hebben geprobeerd in een documentaire reeks van 8 delen... iets te laten zien van het Indonesië nu, maar dan niet dus de... Kijk eens, hier was daar, dat was daar en dat was zo. Maar vooral, hoe kijken de Indonesiërs naar die gebeurtenis van 350 jaar Nederlandse overheersing? Want de Nederlanders hebben de neiging, de toeristen vooral, om te zeggen, ja, de Indonesiërs kijken vooruit, wij kijken terug. Dat hangt er maar vanaf wat je vraagt. En hoeveel ruimte je inderdaad geeft aan dat bitterder verhaal. Want dan hoor je inderdaad het verhaal, ik mocht maar naar de Mulo, en dat was het hoogste dat er voor mij was weggelegd. En hoeveel mensen waren er eigenlijk met een behoorlijke opleiding toen de Nederlanders overhaast het land verlieten? Een zeer gering aantal. Wat we nu op dat festival meemaakten, er was een bundel uitgekomen van jonge Indonesische schrijvers. Een derde van de verhalen, daar wordt een Nederlander in geportretteerd als klootzak. Dat is helemaal geen schokkende ervaring. Wij hebben 75 jaar lang over de Duitse oorlog bezetting geschreven tot de dag van vandaag. En daar komt de Duitser zelden behoorlijk vanaf. Nu iets anders, maar dat negatieve beeld van de collaborateur, de nazi, de bezetter, dat heeft ruimte gehad in onze literatuur. En dat krijgt nu ruimte in de Indonesische literatuur. Dus in die zin vind ik het heel belangrijk om die contacten te zoeken en te luisteren naar dat andere verhaal. Maar je beseft ook dat het is maar een... De meeste jonge mensen zijn ook niet zo bezig met onze aanwezigheid. Ze zijn wel bezig met de geschiedenis en met 1965 en wat er gebeurd is. En dat zijn allemaal erupties ook nog van de Nederlandse koloniale tijd. Dus het wordt minder Nederlands. De geschiedenis is er wel. Het is wel een koloniale geschiedenis. Maar de rol van de Nederlander nu is er eigenlijk gering. Ze zijn wel bezig met de verwerking daarvan. Maar ik kan daar heel weinig iets mee beginnen. Ik ben eigenlijk een luisteraar geworden. Ja, maar vind je ook interessant wat je hoort en ziet, ongeacht of het met Nederland te maken heeft? Als ik vind het heel interessant om te horen dat VOC Vicious Opium Company betekent. En helemaal niet wat ik altijd op school heb geleerd. Ik vond het heel interessant om te horen hoe die tijd wordt gezien. En dat is een lastige, maar interessante ervaring. En wat ik deed, was de hele tijd er nog een schepje bovenop doen. Want ik had allerlei knipseltjes meegenomen. Dus ik kon iets voorlezen over hoe de koninklijke familie in Bali in een regen van kogels is gelopen. En dat was weliswaar een zelfmoord. Maar het was een zelfmoord op uitnodiging van de bajonetten en de geweren die aan het eind van de straat stonden. Daar liep men in. Omdat men zich niet wilde laten onderwerpen, dan liever een eervolle dood. Ik kon vertellen over Van Heuts, maar vooral zijn meneer Van Dalen met 2 A's... die daar echt gruwelijke moorden heeft begaan. Dus ik wilde natuurlijk niet in een soort mea culpa verzeild raken. Ik deed er nog een schepje bovenop. Maar lastig blijft het wel. Nee, maar wat ik ook bedoel is dat als 1/3 op een of andere manier gerelateerd is misschien aan Nederlands, is ook 2/3 van de verhalen die over andere dingen gaan. Wat vond je daarvan? Ja, nou, die verhalen gaan... Ik probeer natuurlijk deel te zijn van een land waar ik niet bij hoorde. Mm. Dus ik zie ook een beetje de pathetiek van die pogingen van mijzelf in. Mm. Ik ben in ieder geval geen toerist. Ook al ga ik er als toerist heen, ik merk al heel spoedig dat dat niet lukt, omdat er te veel gebeurt. Ik heb de taal geleerd, maar er is dus geen lor van over. Maar ik kan heel goed empathisch kreunen, dus ik kan allemaal zinnetjes zeggen. Papa zei al, die heerlijke, die Surabaya. En dan en dan komen de verhalen vanzelf. Maar die versta je dan dus niet? Ik kan 30% verstaan. Maar empathisch kreunen is erg belangrijk. Ja, dat klopt. Het blijft iets heel ingewikkeld. Het is een land dat mij niet onbewogen laat. Laat ik het maar zo zeggen. Maar ik kan het helemaal niet goed onder woorden brengen. Maar het heeft iets met een ingewikkeld thuiskomen te maken en ook met wonderlijke gesprekken die ik eigenlijk voer met mijn zusjes, maar vooral met mijn moeder, die als jonge vrouw daar belandde, die in de verste buitengewesten zat en die een hele bittere herinnering heeft, omdat ze door de Nederlandse gemeenschap met de nek werd aangekeken. Zo'n boerenmeid met een donkere vent, dat kan nooit worden. Ze deed haar uiterste best
Maleis te leren en zocht contact met de bevolking van alle plekken, want ze is 13 keer verhuisd waar ze tijdelijk was. Maar daar werd ze ook met wantrouwen aangekeken, want het had toch, was ze er vandoor gegaan met een zoon die onderdeel was van de bezettende macht. En die smachtende moeder die ergens bij wilde horen, die zit ook in mij als ik daar ben. Mm. Dus ik heb langzamerhand iets geleerd van luister nou maar en vind maar niet zoveel. Ik wilde... We moeten bijna afsluiten. Oh jee, ik dacht dat het net begon. Ja, het begon. Ja. We gaan toch nog één vraag stellen. Want we hebben, er is een mix van familie, dat wat een hele persoonlijke geschiedenis is. Maar ook dat het alles wat je schrijft, dat er heel veel respons komt van mensen die dingen herkennen. En voor, hoe is voor jullie de relatie tussen dat je iets persoonlijk schrijft, maar dat dat ook onderdeel is van misschien een collectieve verwerking of... of die geschiedenis die niet af is, daaraan bijdragen. Nou ja, je blijft erover praten. Of je er wel of niet in herkent, of je er wel of niet mee eens bent. Dat is op zich al waardevol. Ik heb soms het idee dat het Indische verhaal, dat men heel erg naar een narratief heeft gezocht, waardoor je een gevoel van schuld van je af kon werpen, weet je wel, waardoor we vrede konden krijgen met dat verleden. Maar dat verhaal is nooit af. En als het ware is dat trauma 7 generaties doorwerkt, dan zit het niet de derde, weet je wel. Dus het duurt nog wel even. Nog even doorbijten. Kijk, veel verdriet zit ook vaak in dingen omdat we ze nog niet eerder hebben benoemd. Omdat we er nog geen woorden voor hadden bedacht. Ik weet dat ik 15 was en opeens besefte dat je ook last kan hebben in plaats van liefdesverdriet, van vriendschapsverdriet. Die opeens denkt, oh wacht even, nu snap ik een heleboel meer aan mijn hele leven. Hetzelfde overkwam mij toen ik auteurs las over Nederlands-Indië, maar ook over, nou, ook met toen ik Adriaans werk las. Ik denk dat wij indirect, wij zijn opgegroeid met getraumatiseerde familieleden, met gediscrimineerde familieleden, met bittere familieleden. En ik herkende een deel in jouw werk van waar ik thuis mee opgroeide. En wat mij heel vrolijk stemde, want jij hebt altijd toch wel, kijk, ik weet dat jij diep van binnen een zwaar depressief persoon bent. Ja, ik ben de vrolijkheid zelf. Je bent een feestnummer, maar we hebben thuis wel eens over met, als ik bij Adriaan ben om te gamen, dan hebben we het wel eens over hoe we onszelf gaan doden en zo, maar dan maken we een grapje. The more you think of dying, the better you will live. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar we hadden het dan, wat ik herken is dat je, het leven wordt niet minder ernstig als er mensen lijden, maar het wordt ook niet minder grappig. En je hebt altijd een soort lol in weten te houden. En dat was voor mij echt de openbaring toen ik jouw werk las. En ik heb van huis uit echt, ik denk dat wij dat ook wel allebei hebben. Ik heb altijd geleerd dat het elk moment oorlog kan worden. En ik ben keihard opgevoed. Ik ben ook eigenlijk een prepper. Ik bedoel, ik heb mijn spullen klaarstaan bij wijze van spreken. Jij ook en zo. Maar... En ook het hele platenlijstje op de begrafenis. En een van de liederen die dan klassikaal gezongen moet worden is En van je hela hola, haal je de moed maar in. Ik vind het jammer dat ik er niet bij aanwezig kan zijn. Ja. Ik ben er waarschijnlijk wel bij aanwezig. Ja. Maar wat ik alleen maar zeggen wil, het was voor mij een opluchting om te zien je kunt nooit helemaal herstellen van je familie. Dat weten we allemaal. Je kan ook niet helemaal herstellen van trauma, hoe graag we dat ook willen geloven. Je kan er wel mee om leren gaan. En humor kan het verzachten. Het is geen vrijbrief. Je zult altijd zwakke momenten hebben als je slecht hebt geslapen of een kater hebt. Of soms grijpen dingen je aan. Maar het is soms wel te torsen. En dat was voor mij de openbaring. Want af en toe dacht ik wel eens, ik had bijvoorbeeld jarenlang zo'n pleinvrees. Ik had nachtmerries over dat ik zelf in een kamp werd opgesloten. Juist nog mijn oma, nou, tot mijn 12e, maar alleen maar daarmee volstopte. En opeens denk je van, oké, maar je kan nog altijd lachen. Mijn oma vertelde wel, ze moesten elke dag dus buigen toen ze in de oorlog in het kamp zaten voor de Japanse vlag. Zei ze, ja, op een gegeven moment konden we het beter volhouden toen we bedachten dat die vlag net leek op een wapperend gebruikt maandverband. En dat soort flexibiliteit, en dat ben ik ook in jouw werk tegengekomen, maakt de boel niet minder vreed, maar wel een stuk lolliger. En dat laatste is toch waar we naar moeten streven met z'n allen, want het leven wordt echt niet minder erg. Daarmee gaan we afsluiten. Dank je wel. Ja.
maar zoals we gehoord hebben, het is een gesprek dat niet afgelopen is. Je kunt meelezen, meepraten en tot een volgend gesprek. Dank u wel. Dank je wel voor het luisteren.